De vorige keer zijn wij meegegaan met de Combat Diggers. Deze video vonden jullie allemaal hartstikke vet. En daarom hebben we besloten om met de Combat Diggers mee te gaan naar een verre reis ver weg van Nederland om nog meer spullen van de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. Deze groep jongens zou je misschien kunnen kennen van de Instagram, de Combat Diggers. Ken je ze nog niet? Check de link in de beschrijving. Hey, goeienacht. We hebben aardig wat kilometers afgelegd, maar we zijn aangekomen op de locatie. We gaan nu snel naar ons appartement. We gaan slapen en morgenochtend gaan we van start. Dit wordt de lijpste zoektocht ooit, maar we hebben hulp, dus dat is fijn. Ben jij benieuwd naar onze volledige reis? Check dan eventjes onze Snapchat, want daar hebben we alles gefilmd. We kwamen aan bij ons huisje. Helaas hadden we geen goede sleutel, maar dat was uiteindelijk om 2 uur 's nachts opgelost. En toen was het tijd om lekker te gaan slapen en dan toch echt te gaan zoeken. Nou, we zijn aangekomen op de geheime locatie in een ander land. We zijn lekker op de mountainbike. We zijn diep het bos ingegaan. En ja, we gaan gewoon hier zoeken. We zijn dichtbij een meertje, dus de jongens verwachten dat hier wel goed spul ligt. In het bos is dus hevig gevochten en zijn meer dan 30.000 mensen omgekomen. Ondertussen wordt alle materiaal uitgepakt. Wat verwacht je hier? We zijn trouwens weer met de Combat Diggers. Jazeker. En van me volgen natuurlijk. Ja. Link hieronder in de beschrijving. Yes. Nou ja, we zijn hier nou op een plek. Een meertje hier ook. Dat zit hier achter het bosje. We hebben net een heel stuk gemountainbiked. Ik denk wel een stuk of 4-5 kilometer zoiets. Pittige rit. In ieder geval, ik heb het warm en jij zweet ook, zie ik. Dat is te zien. Ja, wij verwachten hier wel wat spullen te gaan vinden. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Jij hebt trouwens je koptelefoon op, omdat we zeg maar niet hoorbaar willen rond de omgeving. Het is op een geheime locatie en we willen niemand tot last zijn hier ook. Inderdaad. Dus we gaan zo stil mogelijk. Zeker. We gaan het zien. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik eerlijk gezegd ook hoor. Dit is gewoon een en al exploring. Avontuur. Is het exploring? Nee hè? Nou, je kan het wel noemen zo hoor. Jongens, we zijn bezweet. Dus dat is exploring. Ja. Jij hebt nu al signaal? Ja. Echt nog geen 3 meter lopen. Ja, en dan ben ik heel benieuwd of ze ook wat vinden. Heb je vangen? Nee. Dit meen je. Nee. Kogelhuls nu al. Echt, die loopt nog geen eens zo ver het bos in. Hij zegt, jongens, vang. En hij zegt van, als ik dit vind, hier kom ik niet op deze plaats. Nee, mijn rug gaat daar te veel fijn van doen. Ja, dus daarom gooit hij deze zo naar ons toe van, yo jongens, check dit. Dit bos maar vorige keer, helemaal vol. Gewoon op die andere locatie, hebben we hier echt een hele dag en nacht voor gestreden. Zoeken, ja. Ja, deze locatie jongens is bizar. Wat hier is gebeurd in de oorlog. Heel veel duizenden doden. Ja, en echt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk vreselijk. Maar we komen alleen maar dichterbij. En dat is wel echt heel bijzonder, vind ik. Juist dat je dit hebt, dat je denkt, dit komt dus uit de Tweede Wereldoorlog. En hij is afgegaan. En ja, dat is gewoon. Ja, en we gaan met alle spullen die we vinden met respect om. Stel bijvoorbeeld, er wordt een helm gevonden. En daarbij zou een skelet liggen. Wordt het niet aangeraakt, wordt het gemeld. Zodat de, ja, hoe noem je dat? De overledene gevonden precies. Is, zeg maar. Dus daar wordt niks mee gedaan. Hun kunnen het beter uitleggen dan wij dat doen, maar het wordt allemaal met respect gedaan. En ondertussen wordt hier voor mij al een hele put gegraven, want dit was dus een schuttersputje. En daar ging hij meteen op af. Dit is wel ziek hoor. Ja, dit is echt, diep hoor. Ja, ik leg deze bij de fietsen. Ja. Ja, gisteren hadden jullie ook iets speciaals. Toen hadden wij wel speciale dingen, ja. Ja, dat kan niet online. Nee. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Dit is echt leuk. Ja. Gewoon nu al iets. Gewoon een dat kogeltje. Ja. Dat is voor ons al de moeite waard om hierheen te gaan. 10 uur plus te rijden. We zijn heel ver. We zijn echt heel ver, jongens. Is het een binnenwerk? Ja, ik denk dat het een binnenwerk is. Van Helm. Ja. Het is een binnenwerk geweest van Helm. Nou, en zijn droom was deze vakantie. Een Helm. Het zou fantastisch zijn als we nu al een Helm vinden. Nou, hij heeft best kans dat hij er ligt. Dat mag niet te leggen. Ja? Ik denk het wel. Oh mijn god. Nu al. Dat is een jackpot, hè? Dat is niet dat is normaal. De droom van iedereen die met een metalen detector zit. Hey, we weten het nog niet zeker, hè? Dat, weet je wat ik het allerengst vind? Dit heeft iemand op zijn hoofd gehad. Dit is inderdaad iemands redmiddel misschien, weet je. Ja. Je gaat niet het bos in en je neemt 2-3 helmen mee. Je hebt gewoon 1 helm. Ja. En succes, weet je wel. Dit is super persoonlijk dit. Dit laat je nooit achter als het gaat. Nee. Nooit. En alleen maar als het dus fout is gegaan. Nou ja, in zo'n schuttersputje. Die zitten dus, die graven dus met hun schep. Een schuttersputje, dat is gewoon een keel waar ze in staan, staan ze te schieten. Met die helm natuurlijk op. Op, ja. En als het het is ongekend. Maar misschien is dat het embleem. Dit zijn gewoon brokken. Kijk, het is lichtgroen. Ik denk dat dit gewoon een verpulverde helm is. Dus dan lag hieronder lag dus een helm. En die is dus helemaal kapot. Ja. Nou, dat zegt ook weer wat. Ja. Dit soort troepen werden gebruikt. Hoe erg het ook is. Jongere jochies van onze leeftijd en jonger. Werden het veld hierin gestuurd. Gewoon echt jonge kids. Ja, dus, het is wel echt belangrijk dat we hier met respect mee omgaan. Ja. Want dat is echt. Dat moet ook het zoeken ook één maken. Respect voor het zoeken. De vondsten. Het moet gewoon netjes achtergelaten worden. We hebben een mooi groot stuk gevonden. Is het anders geweest, hè? Het is geen helm geweest. Het is van een kist of zoiets geweest, van een olievat dan. Oh, geen helm.
Wel weer die rand, hè? Weer. Ja, nee, geen helm dus. Kan gebeuren. Ja. Hebben we nog motivatie voor straks. Ja. Kijk, er zit nog wel kleur op. Ja, inderdaad. Ik zie hier weer groen met strepen. Ik heb even een borstel nodig. Mark, heb jij een borstel? Ja, dit is denk ik niet leesbaar wat dit is geweest. De kenners zullen het misschien wel weten, maar ik kan hier niet uit ophalen van wat dit nou precies geweest is. Kan je me zo houden? Ik denk dat het zo aan de onderkant hoort. Ja, dit is wat we nu gevonden hebben. We weten zelf niet wat het is, maar laat het weten als iemand het wel weet. Als iemand wel weet, graag laten weten. Ja. Ja, maar check hoe diep, hè? Ja, het is echt heel diep. Ja. Dit is niet wat we toen in Nederland hadden met twee keer graven en je hebt wat. Maar dit zijn serieuze gaten. Maar dat komt dus omdat de soldaat zichzelf ingraven en daarover en dan schuilen. Want ga maar schuilen hier. Dat is heel lastig. Ik ga even zoeken. Hij ging net al af bij de boom, maar de metaaldetector stond niet goed ingesteld. Dus kijken wat ik vind daar. Succes. Dankjewel. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er wel sick uit. Er komt blijdbos uit. Maar ik vond dit. Ik weet niet wat het is. Iets met gaatjes erin. Dit zijn de kennis. Ja, dit zou wel van alles geweest kunnen zijn. Ja, dit is gewoon een troop. Ja, dat is wel koper. Ja, ik zou het niet weten. Nee, ik ook niet. Als hun het niet weten, weten we het niet. Was dit nog wat moois? Nee, we zijn het heel netjes aan het dichtgooien. Heb je een plekje gevonden? Ja, nummer 61, 87. Dat is de frequentie wat je vindt op je... Ja, inderdaad. Ja. En volgens mij ronde 70, 74, dat is feest. Oké. Okay. Dit is een stuk van een granaat. Ja. Welk deel? Meer kan ik er ook niet over vertellen. Welk deel? Welk deel? Ja, een stukje gewoon. Ja, gewoon van de boom? Ja. Oké, gewoon een stukje van de ontploffing van de granaat. Nou, hoe zie je dat, hè? Ja, dat vind ik heel knap. Ja, het is ook nog zwaar ook. Ja, nou, gat dichtgooien en verder. Ja, dan gaan we weer. Let's go. Deze nemen we mee. Ja, souvenir. Neem alles mee. Vind jij weer wat? Piepertje. Ja, en Mark is goed in graaf. Ja, Mark is goed in graaf. Taaksverdeling is goed verdeeld. Ik film, jij zoekt. Hij is schep. Hij heeft die zelf aangeboden. Ja, vindt hij leuk. Ja, vindt hij leuk. Ja, dat vind jij leuk. Heb ik gezegd dat ik... Oké, omdat hun dat willen, zeg ik dat ik het leuk. Hij vond het geweldig, ja. Hij is leuk om te scheppen, daarom. Ja, hij zei, ik wil met jullie mee. Ik heb een hele goede schep. Ja. En toen werden we in één keer gebeld door de andere twee jongens met goed nieuws. En hebben we het gevonden? Mark. Oké, hoor het al. Gewoon twee wapens. Jo, we komen eraan. Nou, zoals jullie horen werd ik dus net gebeld en we hebben iets heel erg tofs gevonden. Namelijk wapens en kogels. Dus ik loop even hier door de bossen heen. Hoppa. Oh, dit lag gewoon zo zoals hoe dat nu ligt. Ja. Kijk dit jongens, hier ligt dus een wapen. Twee. Dit is er één en dit is er één. Het lag bij het oppervlak. De Russische kogel lag hiernaast. Ik ben wel benieuwd of het nou een mouse of een Russische is in het gezicht. Net een cadeautje wat ze uitpakken, hè, nu. Ja, ik denk dat ze ook heel blij zijn met het cadeautje. Ja. Die moeten we wel even naar uitkijken. Nou ja, ze laten het liggen hier. Zo, ze doen het echt alleen voor de vins. Zo dik, hè? Oh, wow. Er ligt nog een wapen in. Nog één? Drie stuks. Een derde, ja. Holy moly. Zal ik deze eruit halen, Bio? Deze, kijk hier. De Richter zit er nog op. Boy, joh. Dit is een kaart van een karakter. Ja, dit is een mouser. Ook voor mij een mouser, hoor. Dat is een mouser. Ook een mouser. Nog een mouser. Is hij nog geladen? Ja. Ja. Hier moet je echt goed bij uitkijken. Hoor. Ja. Dit mogen we ook gewoon niet meenemen. Nee. Dit allemaal. Richt hem maar niet naar hem dan. Maar dit... Er is nog dat kogeltje erin, joh. Ja, zag je het zitten? Ja, een echt kogel groot, nog in, ja. Maar dit is lange en korte versie. Dit is meestal bedoeld voor snipers. Kijk. Is dat een bol? Ja. Ja. Bolt ken ik van vroeger. Pelletjes, rust. Gewoon drie bij elkaar, hè? Ja, die bolt. Ja, die bolt in rust. En dit was een bolt? Of is een bolt? Dit is de bolt. Holy. Goed mooi wapen was dit, hoor. Holy moly. Lijp, hè? Gewoon zo'n wapen in je hand hebt. Ja, vooral deze, dit is echt zwaar. Ja, mooi. Hier met dat dingetje er nog aan, de trigger. Ja, en hier zat hout. Hier zat het hout dan omheen. Dat is helemaal weggerot. En datgene wat over is, dat heb jij nu in je hand. Na de oorlog weer. Ja, na de oorlog ben jij weer de eerste die dit in zijn hand heeft. Dat is zo raar, hè? Dat is het raarste gevoel. Ja, apart, hè? Heel apart. Het is echt lijp. Gewoon drie stuks bij elkaar, geen eens graven. Nee, het lag daar gewoon. Het lag bij deze boom. Stel, er waren hier gewoon mensen met een hondje lopen, weet je wel. Dan zou je hem ook kunnen vinden. Ja. Het is echt, echt lijp. Maar daarom is deze geheime locatie ook geheim. Dit is zeer. Hier loop jij niet met je hondje. Nee, zeker niet. Dit ziet er echt raar uit. Die heeft ook echt het binnenwerk. Die trigger, die had ik helemaal niet gezien. Ja, die trigger. Die trigger, ja. Oh, wat naar. Ja, en hij zat er nog in, hè? En dat hebben mensen vastgehouden met een idee. Maar check, deze is wel lijp, hoor. Ja. Zo. Je ziet dat die kogel er gewoon nog in zit. Dat is gewoon een bolt. Het is echt heel ziek. Hier staat 1938.
wil. Jullie waren in één keer een gat aan het graven, maar wat gaan jullie doen? Nou, waar gaan ze nou begraven? Ja, zoals nu. Zoals nu. Dit is super zonde natuurlijk dat je dat niet mee mag nemen. Dit is gewoon verboden. Ja. Zit ook in eentje zat er een patroon. Nou goed, daar moet je gewoon sowieso al niet aan zitten. Maar we gaan dit nou netjes begraven en melden, zodat het opgeruimd kan worden. Oké, nou. Het ligt dieper dan hoe het lag. Ja, inderdaad. We ruimen het net erop. Maar veel zeggen, neem je troep mee, maar je mag niet alles meenemen. Nee, moet je gewoon niet meenemen. Nee. Dus we gaan het melden inderdaad. Locatie slaan we op waar we nu staan. Dan wordt het gewoon komende week, maand opgehaald. Ja, en dan komt het misschien in een museum of zo. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Ja, wat gebeurt er? Wat is vernietigd? Of wat gebeurt er nog? Dit wordt gewoon vernietigd. Oh, wordt gewoon vernietigd. Okay. Dit wordt gewoon vernietigd. Maar we hebben de beelden nog. Dat is vet. En ze hebben weer wat gevonden hoor. Oeh. Dit is gewoon niks meer. Een haak. Vleeshaak voor mij is dit. Ja, echt hè? Ja, voor een vark op te hangen of een schaap. Ja. Na een paar uur zoeken kwamen we uit bij een soort moeras. We vonden hier een put die vol lag met water, maar we kregen wel een goed signaal op de metaaldetector. Met echt een putlucht ook. Maar hij slaat er wel helemaal op af. Helaas lag het zo diep dat we er niet bij konden. We besloten daarom om verder te gaan naar een andere locatie. We hebben even gegeten. Het is tijd voor ronde 2. Het is al best laat. Ik zal even tijd erbij pakken. Ja, het is al 4:10. En we moeten eigenlijk wel echt wat heel lijps vinden. We hebben natuurlijk wel 3 wapens gevonden. Teruggegraven. Maar we moeten nog even een crème de la crème. En dat is wel voor de jongens hier ook een helm. Dus we gaan weer zoeken op een andere locatie. Zien we weer schuttersputten. Hier zie je iedereen, daar zie je iedereen, daar zie je iedereen. En daar nog een hele grote. En in die schuttersput is dus de kans heel groot dat iets ligt. Dus als hier een signaal komt, is er vaak wel goede shit. Een hulsie? Oh ja, sick. Oké, al best snel. Afgegaan hè? Ja. Afgeschoten. Dat zie je aan het puntje wat erin gedrukt is. Wat heb jij? Geen idee. Fluit? Ik heb echt geen idee. Nou, laat weten in de comments. Ja, want dit is wat dit is, geen idee. Okay. Hierbovenin zit ook een gaatje. Wel weer in zo'n schuttersputje. Ja. En nog een onderdeel. Geen idee wat het is. Misschien hoort het erbij dat dat hier ooit inging. Geen idee. En nog meer. Het zijn allemaal rare. Zo, dit weet wel wat. Allemaal een draaiding eigenlijk. Ja. Geen idee. Het ene na het andere komt eruit. Het ene na het andere. Holy shit, je hebt ze vies. Oh, lijp. Voor mij is dit een doppie van iets van een potje of zo geweest. Hier staat wel wat op. Hier staat er rustig in. Gebroken. Zo. Glas of iets. Oké. Kijk, ik heb schoongemaakt. Er staat Berlijn op en dan nog iets. Dit is wel echt mooi hoor. Ik heb nog wat bijzonders. Een hakje van de schoen geweest. Ja, maar die zat dan hier, zeg maar zo. Vroeger. Dat is wel lijp hoor. Er zit nog veel meer in jongens. We trekken echt heel veel speel eruit. Allemaal veren, weet ik wat allemaal. Die is wel lijp deze, met die tekst erop. Weer zo'n ring. Zo'n ring ja. Ik denk dat die tentdoek tussen heb gezeten of iets. Dit kan zo'n tentring zijn. Ja, zoiets denk ik. Het is er ergens een ring van geweest. Om er een haring in te zetten of zoiets. Hij is wel een beetje groenig. Ja. Maar ik kan even niet plaatsen wat het is. Wat het precies is. Ik heb ook een stukje servies gevonden met een soort goud randje. Gewoon nice hoor. Het is echt serieus een diep gat. Dus dit kan wat goed zijn hoor. En toen vonden we iets heel aparts. Maar het is een botje. Ja, een heel klein stukje ja. Stukje bot. Stukje bot, ja. Nou, het kan ook van kip zijn geweest of zo, of van vark hè. Dus ja. Laten we daar in ieder geval van uitgaan, want dat verwacht ik in ieder geval wel hier tussen. Ja, oké. Stukje bot. Stukje bot. Pannetje, ja. We zullen direct even kijken of wat in zit. Kijk, hier komen die botten vandaan. Oh. Zie je? Ja. Gewoon een pan gevuld met botten. Een pan met botten, inderdaad. Gewoon vlees in, kijk. Ja. Nou, dat is een steen dan. Gelukkig geen mensenbotten. Nee, inderdaad. En we hebben er nog een hoor. Een bierflesje. In de put. Hij wordt steeds dieper en er komt steeds meer uit. Zo. Er zit nog in. Er zit nog in ook. God. Hij is gewoon dicht gegooid. Holy shit. Staat er nog wat op? Wil je slokkie? Nee hoor. Ik zit hem weer een beetje te cleanen, maar ik zie Douwer Mielig opstaan. En is Mielg niet melk? Ja, mosterdpotje dit? Ja, zoiets. Of honing. Er komt echt veel uit zo'n gat nu joh. Hoe dieper we gaan, hoe mooier de spullen ook worden. Ja, daarom inderdaad. Nog een stuk van een bord. Hoppa, we krijgen dat hele bord compleet hoor. Straks met al die stukjes hier. En weer een Douwer Mielig. Maar dan wel kapot. Het houdt niet op jongens. Weer zo'n bierflesje. Weer eentje van die. Nog meer glazen, borden, alles komt eruit. Het zal wel iets van melk zijn geweest hoor. Ja, wel hè? Ja, dat denk ik wel. Maar dan zit er nog vieze melk in die andere. Oh, een po. Zoiets, daar lijkt het wel op. Wel wat klein misschien voor een po, maar
Ja, geen tekst, hè? Geen tekst weer. Ziet er wel leuk uit. Hier is een kopje met zo'n goud randje. Ziet er echt wel heel sick uit, jammer dat het kapot is. Weer een stuk glas met een heel mooi patroon erin. Echt sick, half kommetje. En er blijft alleen maar meer uitkomen. Zoals hier, dit is een kapot parfumflesje. Die hoort bij dit. Nou, dat zijn echt zieke dingen. En er is nog meer. Er is nog een stuk glas met original. Ja, echt van alles. En hieronder staat weer Berlin. En jij had een fotootje? Of? Ja, ik kwam een heel oude foto tegen toen ik het opzocht. Dat is wel met tekst inderdaad hier. Iets op. Kijk, je krijgt dit naar voren toe. Ja, want dat zeebollen, dat staat ook op dat flesje. Ja. Yeah. Wat is dit? Als ik het heel goed zeg, en als het niet zo is, verbeter me dan alsjeblieft. Daar hebben we wat aan met elkaar. Maar voor mij is dit een beschermhoesje voor een naald geweest. Oké. Ja, er ligt echt veel in hier. Ja, inderdaad. We hebben hier een stuk servies met 508 erin staan. En het is rood-wit-blauw. Zo echt toevallig. Holy shit. Hier zit spul in. Oh. Ja, is dit zo'n etensblikkie? Dit is een etensblik. Ik loop oprecht net met de metaaldetector die kant op en ik zie gewoon een bordje liggen bij een boom met KPM erop. Dit is dan wel met het Luftwaffe logo erop. Maar dit is hetzelfde makerij van de, ja, van de borden. KPM. Jij kende het meteen, hè? Ja, ik wist het meteen. Ja, jij. Ik kreeg meteen een hartaanval. Ik dacht, dit meen je toch niet? Sick hoor. Nice. Dat is wel een gaaf bordje, man. Ik ga nog eens even verder kijken daar. Ik zou deze zeker ook bewaren. Ja? Ja, echt wel. En we zijn nog steeds bij de eerste put en er blijft maar uitkomen. Dit is even de tussenstand. Allemaal stukjes servies en dingetjes. We hebben nu weer iets gevonden met Bavaria erop. Dus dat is Mark weer aan het uitzoeken wat dat is. Zo, mooi flesje. Heel sick. Nou jongens, het zoeken zit er weer op. Koen, jij hebt wat mooie dingen gevangen. Zeker, mooie servies stukjes en noem het maar op. Ik heb hier heel eventjes gezwommen en we gaan nu eventjes lekker eten. Lekker. En dit was ons avontuur. Willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat het dan weten en like deze video.